Ik denk dat dat heel veel luisteraars niet weten hoor. Dat testosteron bij vrouwen ook een hele belangrijke factor is voor hun seksualiteit. Ja, veel vrouwen zeggen tegen mij, dat heb ik helemaal niet. Ze zeggen, natuurlijk heb je dat. Ja. 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 Want hoe zit dat, Ralf, met testosteron in vrouwen? Wat ik vaak merk natuurlijk bij de consulten die ik doe, dat heel veel, ja, of de dingen die ik lees eigenlijk, dat het woord potentie bij mannen gebruikt wordt. Ja. Hè, dus als jij niet omhoog krijgt, dat daar een hormonaal probleem onder kunt liggen. Maar dat bij de vrouw dat ook een probleem kan zijn. Dat noem je geen potentie dan blijkbaar. Maar ook een vrouw kan zin hebben, maar kan geen vocht krijgen. Of een bepaalde doorbloeding van de clitoris. En dat heeft ook met testosteron te maken? Ja. Ja, natuurlijk. Want als dat een mini-penis is, zie je de mensen met een micropenis zijn de vrouwen dus gewoon. Ja. Dat is het. Oh ja, zo zat het. Ja, of inderdaad bodybuilders die testosteron gebruiken, die behoorlijke grote clitoris krijgen.